De nieuwe missie van Uniek is het realiseren van ambities. Dat hebben wij vertaald naar een communicatieconcept, Uniek Beweeg Je. En hoe we dat hebben gedaan, is om een heel mooi bedrag beschikbaar te stellen voor degene die de mooiste ambitie heeft ingeleverd. Wij beoordelen de ambitie natuurlijk met name op de gedrevenheid, de originaliteit, hoe goed het doordacht is, maar ook of het überhaupt uitvoerbaar is. Ik ben Alan Vos, ik ben 30 jaar en mijn ambitie is het om een kindermusical te produceren met als thema homoseksualiteit. En ik wil met deze musical laten zien wat ik in mijn mars heb als ontwerper en mij zo in de markt zetten. Ik heb je ambitie gelezen en dat gaat over homo-acceptatie. En eigenlijk hoor ik nu dat het ontwerpen van kostuums je werkelijke ambitie is. Ja. Ik denk dat hij heel graag verder wil in het kostuum ontwerpen. En dat de homo-acceptatie die hij eigenlijk propageert, dat niet zo heel erg uit de bus komt bij deze ambitie. Ik ben Gerben Broens, 29 jaar oud. En mijn ambitie is om de oude vertrouwde pannenkoekenrestaurant in een geheel nieuw jasje te stoppen. Er is een mogelijkheid om in Amsterdam een pannenkoekenrestaurant neer te zetten waar mensen lekker en goedkoop pannenkoeken kunnen eten. Waarbij je eigenlijk betaalt voor iedere extra topping die je erop wil hebben. Wat is jouw werkervaring het laatste jaar dan? Ik werk nu op dit moment in een museum. En heb je ervaring in restaurants? Niet zozeer in restaurants, wel in de natte horeca zoals ze dat noemen. Ja, ik was onder de indruk van zijn parate kennis en van zijn ambitie. Ja, hij moet nog ervaring opdoen, maar had het wel goed doordacht. Mijn naam is Jules Soyer, ik ben 35 jaar en ik wil graag alle kankerpatiënten helpen aan een betere kwaliteit van leven met behulp van persoonlijke coaching. Op dit moment hebben we 9 coaches aangehaakt die dat allemaal op vrijwillige basis doen. Maar we willen dat natuurlijk uitbreiden. Het is voor ons heel belangrijk om ons te verbinden met ziekenhuizen. Die willen zeggen tegen patiënten, goh, ga eens praten met Stichting Out of Bounds. Zij kunnen jou helpen. Het is een hartstikke mooi initiatief. En daar word je natuurlijk snel warm voor, want het dient een heel goed doel. Ja, wij hebben genoten van alle drie jullie presentaties. En we zijn bij alle drie eigenlijk wel positief verrast. We hebben een keuze gemaakt. Voor ons ook verrassend, maar de keuze is op Gerben gevallen. Nou, ik vind het echt een terechte winnaar. Hij heeft bewezen om heel goed na te denken. Het zit in zijn hart. Het idee stroomt door zijn aderen. Dat merk je aan alles. Het eerste wat ik ga doen is mijn werkgever opbellen dat ik ontslag neem. Dus daar zal hij minder blij mee zijn.